verantwoordelijk als directeur marketing particulieren Nederland. We zijn natuurlijk bijzonder trots dat wij genomineerd zijn voor deze NIMA Marketing Jaarprijs. En inmiddels tot de laatste drie potentiële kandidaten om deze prijs ook te ontvangen en in ontvangst te nemen. Heel trots. Trots om voor de Rabobank te werken. Trots omdat de financiële dienstverlening staat niet altijd in de schijnwerpers als het over marketing gaat. Bij de Rabobank zijn we echt met marketing bezig. Zeer toonaangevend. We krijgen hele mooie benoemingen, ook deze keer weer. En we hebben ook wat dat betreft producten waar we proberen de klantbehoeften zo goed mogelijk in te vullen. De grootste beloning die wij kunnen krijgen als Rabobank is heel veel klanten en heel veel tevreden klanten. En om die tevreden klanten te krijgen en te behouden, zullen we natuurlijk continu moeten innoveren. En de NIMA Jaarmarketingprijs is natuurlijk ook een prijs die innovatie beloont. Zo hebben we bijvoorbeeld ook Rabomobiel geïntroduceerd om de klantbediening gewoon ook via dat kanaal in te kunnen vullen. Want er zijn heel veel mensen die even bij de pinautomaat gaan kijken wat hun saldo is. En wat is nou niet handiger om dat ook even via je Rabomobiel te kunnen doen. We gaan ook blijvend innoveren in ons fysieke kanaal. De beleveniswinkel op de Dam in Amsterdam is daar ook zo'n voorbeeld van, waar we kijken hoe wij ook dienstverlening, wat natuurlijk helemaal niet tastbaar is. Onze producten zijn niet tastbaar, hoe we die wel tastbaar kunnen invullen op een toonaangevende, dichtbij en betrokken manier. Ja, met elkaar gewoon dat doel proberen te bereiken, ja, dan ben je al halverwege gewoon. En als je dan nog gewoon die kroon op je werk krijgt, dan heb je ook pas echt gewonnen. Maar uiteindelijk zijn het de klanten die ons laten winnen.